plek wonen. Wat gebeurt hier? Shimmerwing, jij bent het! Wauw, wat ben jij sterk voor een vlinder. Waarom zat je hierin gevangen? Sorry, ik spreek geen vlindertaal. Volg de vlinder om je volgende stappen te vinden. Ik denk dat ze wil dat ik haar volg. Ik moet gaan! Nog steeds hier? Opschieten! Hoefdorp aan zee wacht op ons! Weet ik! Deze kant op, hè? Klopt, maar de brug is stuk. We kunnen die recyclen met onze eenhoornkracht. Unicycling-magie! Maar waar is mijn gereedschap ook alweer? Ze zijn vast in de buurt. Help je me zoeken? Ja! Nog twee te gaan. Tada! Druk op deze knop om aan de boom te schudden. Vergeet niet de hapjes op te rapen. Perfect! Nog eentje. Allemaal gevonden! Tijd om ze naar Izzy te brengen. Geweldig! Bedankt, Sunny. Je hebt de brug gered. Nu kun je unicyclen telkens als je zo'n tafel tegenkomt. Bedankt voor de hulp. Ik ben nog steeds magie aan het leren. Druk hier als je een knutseltafel vindt om deze te unicyclen. Ik moet naar Hitch. Ik ben laat en hij vindt op tijd komen belangrijk. Daar ben je.
Ik heb je overal gezocht. Alleen jij bent nog over. Over? Voor wat? Om je hoedtalent te trainen. De nieuwe geweldige traditie op Hoefdorp aan Zeedag. De klassieker konijnenhoeden. Moet dat? Ach, zielig voor de konijntjes. De konijnen zijn er heel enthousiast over. Zie je? Goed dan. Wat moet ik doen? Nou, een paar konijnen sprongen steeds naar Manenstraat. Er ontbreken nog 3 konijnen, maar ze kunnen niet ver zijn. Vang jij ze even voor me? Ze springen van je weg. Jaag ze weer helemaal terug hierheen. Oké, aan de slag. Gedaan. Je kan duidelijk goed hoeden. Maar ze zijn pas klaar als je ze voert. Zoek wat wortels en kom terug voor ze onrustig worden. We hebben een konijnenhoeder van je gemaakt, hè? Wow, wat gaaf, Paulico. Welkom bij de officiële training voor de hoedwedstrijd. Het doel is simpel. Hoed de konijnen door de poort. Meer konijnenhoeden betekent een hogere score. En kijk uit, het doel wisselt van kant. Klaar om wat konijnen te hoeden? Oké, konijnentijd! Drie, twee, één, af! Thank you.
Wow, niet slecht, Sunny. Niet slecht. Wie weet hebben we dit jaar eens een echte wedstrijd. Geweldig. Manenstraat, we komen eraan. Ja! Nou, als ik klaar ben met deze dozen. Moeten we hem helpen? Nee, ik heb ze hier neergezet, dus ik haal ze weg. Ah! Hij is in orde. Hij is er heel goed in. Manenstraat, het centrum van Hoefdorp aan Zee. Welkom, Elke Pony. Willen jullie een fantastisch spektakel zien? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Dan mag je de Pip-Pip-parade niet missen. Pip-Pip-parade! De hele stad komt erheen. Ja, we zullen je steunen. Ik kan heel veel glitter meenemen. En ik heb een heel leuk liedje geschreven. Supercool. En het gaat zo. Natuurlijk ben ik er. Gewone fan. Perfect. Tot ziens, velletjes. Bah. Ik zal versieringen maken. Doei. En ik zal de ingang van het stadspark bewaken. Ha!
Hey, waar denk jij naartoe te gaan? Naar de Pip-Pip-parade! Meneer? Verkeerd geantwoord. Sunny Star Scout, toch? Je bent automatisch aangemeld voor de Vliegacademie. Je bent een onervaren gevleugelde pony en je moet snel met je training beginnen. Maar ik weet nauwelijks hoe ik moet vliegen. Nou, dat is het nou net, hè? Daar zit wat in. Eerst moet je je vaardigheden op de grond testen op een hindernisbaan. Pak alle kristallen binnen de tijd om je vleugels te verdienen. Klaar om je vaardigheden te trainen? Ik ben niet klaar. Saai. We komen allemaal een keer aan de beurt. Verf! De beste kleuren in Hoefdorp aan zee! Hey, waar denk jij naartoe te gaan? Naar de Pip-Pip-parade! Meneer? Verkeerd geantwoord. Sunny Star Scout, toch? Je bent automatisch aangemeld voor de Vliegacademie. Je bent een onervaren gevleugelde pony en je moet snel met je training beginnen. Maar ik weet nauwelijks hoe ik moet vliegen. Nou, dat is het nou net, hè? Daar zit wat in. Eerst moet je je vaardigheden op de grond testen op een hindernisbaan. Pak alle kristallen binnen de tijd om je vleugels te verdienen. Klaar om je vaardigheden te trainen? Oké! Ik bedoel, ja meneer. Mhm. 3, 2, 1, af! Wil je het nog eens proberen, Cadet Star Scout? Niet nu. Hey, waar denk jij naartoe te gaan? Naar de Pip-Pip-parade! Meneer? Verkeerd geantwoord. Sunny Star Scout, toch? Je bent automatisch aangemeld voor de Vliegacademie. Je bent een onervaren gevleugelde pony en je moet snel met je training beginnen. Maar ik weet nauwelijks hoe ik moet vliegen. Nou, dat is het nou net, hè? Daar zit wat in. Eerst moet je je vaardigheden op de grond testen op een hindernisbaan. Pak alle kristallen binnen de tijd om je vleugels te verdienen. Klaar om je vaardigheden te trainen? Oké! Ik bedoel... Ja, meneer. Mhm. 3, 2, 1, af! Goed gedaan, Cadet Star Scout. Je blijkt toch wat moves in huis te hebben. Je hebt het verdiend. Pip, wat is er? Wat is er? Alles! Mijn prachtige bord is verwoest! Geen pony zal nu naar mijn
show komen. Vreselijk! Hoefdorp aan Zee is niet veilig. Wie doet er nou zoiets? Een pony wil het evenement verpesten. We moeten hem vinden. Of haar. Of haar? Elke pony is verdacht. Iemand moet het hebben gezien. Je moet het aan elke pony hier vragen. Ik zal het vragen. Zijde en mode van Breidelwoud. De dader heeft een paarse vacht. De saboteur heeft lange blauwe manen. De verdachte is een eenhoorn. Alle aanwijzingen verzameld. Ik moet met Sprout gaan praten. Uitstekend speurwerk. Een eenhoorn met een paarse vacht en lange blauwe manen. Hè? Dan is het duidelijk wie dit gedaan heeft. Nee, Izzy zou zoiets nooit doen. Als plaatsvervangende sheriff moet ik haar helaas arresteren. Nee, wacht. Ik ga met haar praten. Dan moet je haar eerder vinden dan ik. Dat klopt. Ik moet haar vinden. Zijde en mode van Breidelwoud. Help me mijn imago op te lappen. Letterlijk. Geen pony komt als mijn gezicht er zo uitziet. Maak je geen zorgen. We zijn klaar voor je frambozenkauwgom kunt zeggen. De fabriek is dicht. Die wordt gerenoveerd. Ik denk niet dat ze me doorlaten. Ik denk niet dat ze me doorlaten. Aan zeedag niet geweldig? Nou, een pony heeft Pips bord verprutst. Oh nee, vreselijk! Ik heb een idee! We kunnen het unicyclen. Ja, dan bewijst dat jouw onschuld. Mijn wat?
Niets! Wat hebben we nodig? Verf. Heel veel roze verf. Kun je wat voor me vinden? Verf? Komt in orde! Kan niet weg. Ik heb het druk. Oh, hallo. Zoek je verf? Ja, ik heb veel roze verf nodig. Geweldig. En wat wil je ruilen? Ruilen? Het is Hoefdorp aan zeedag. Betalen is niet toegestaan. Alleen ruilen. Slecht voor de zaken, maar goed voor de sfeer. En wat wil je voor de verf? Nou, ik wilde vroeger een Pegasusbewaker worden. Een winkel is leuk, maar als ik eens zo'n coole bewakershelm kon opzetten. Misschien kun je er een voor me vinden. Oké, Pegasus bewakershelm. Ik vind er wel een. Welk prachtige kostuum kan ik voor je pakken? Ik zoek een bewakershelm. Een bewakershelm? Wat een goede keuze. Ja, ik heb er een, maar je wilt ruilen. Het is Hoefdorp aan zeedag. En ik wil alleen maar een prachtige rode bloem. Prachtige rode bloem? Akkoord, ik ga er een voor je halen. Heb je een rode bloem nodig? Ik ruil er alles voor wat je wil. Ah, helaas. Ik heb mijn laatste rode bloemen al geruild. Maar ik heb wel zaden van rode bloemen in deze potten geplant. Nou, ik kan ze met magie laten groeien, als je dat goed vindt. Heel goed. Probeer het eens met deze. Prachtige bloem. Hier, een gloednieuwe helm, schat. Dat ruilen is best leuk. Nu naar de verfwinkel. Kijk die helm eens. Laat me deze eens opzetten. Knap hoor. Ja hè, voor Equestria.
Ja, voor Equestria. Een ruil is een ruil. Hier is de roze verf. Mooi! Nu kunnen we het bord repareren. Ik wacht op je bij de manenmelodie. Het publiek stroomt al naar binnen. Kom, Elke Pony, de show begint bijna. Borden heeft geruïneerd? Nou, nee. Nou ja, het ziet er nu prachtig uit. En daar gaat het om. Tony, het publiek is er, maar er ontbreekt iets. Primrose, mijn achtergronddanseres. Een dansshow heeft een danser nodig. Ga je haar zoeken? Tuurlijk. Waar zou ik zoeken? Geen idee. Ze houdt van zich verstoppen. En smoothies. Ik vind er wel. De show moet doorgaan! Je kunt pas naar Stadspark als je de Hoefdorp aan Zee dagspeld hebt. Pip heeft nog hulp nodig met haar show. Ben jij dat, Primrose? Oh, nee. Primrose is... weg. Poef. Jij bent het wel, Primrose. Ja, ik ben het. Maar ik kan niet naar de show. Waarom niet? Is er iets? Weet je, ik heb niets moois om aan te doen. Dat is alles. Ik vind wel wat kleding voor je. Wil je dat voor me doen? Ik heb 3 stukken nodig. 3, zo gepiept. De fabriek is dicht. Die wordt gerenoveerd. Je krijgt hier vast heel veel complimenten mee. Huh.
Kleding voor de ponywalk komt eraan. Voor Pipshow, een heel speciaal... Ik heb ze allemaal. Tijd om ze naar Primrose te brengen. Oh, heb je ze? Ja, nu kun je met de show meedoen. Maar dat kan niet. Nee, ik kan het niet. Wat? Waarom niet? Daarom. Wat als hij deze niet mooi vindt? Hij? Wie? Hitch. Oh, wie anders. Oh, hij is zo aardig voor elke pony. Zo attent. Zo hem. Ah, ik snap het. Maar Hitch weet niet zoveel van mode. Niet? Weet je dat zeker? Nou, hij weet meer van konijnenhoeden en zo. Ik wilde indruk op hem maken door er mooi uit te zien op de ponywalk. Maar ik ben te verlegen. Waarom? Dat hoeft helemaal niet. Je bent perfect zoals je bent. Echt? Ja, je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Ga gewoon naar hem toe en zeg hoi. Oh, ik weet het niet. Ik zou het liefst een smoes hebben om met hem te kunnen praten. Wat als je toevallig een smoothie over had? Dat is wel een goede smoes. Hij houdt van pompoenspecerijen. Kun je zo eentje voor me halen? Ja, pompoen voor een zoen. Maar mijn smoothiecar staat in de werkplaats. Waar krijg ik nu mijn smoothies? De koeler van mijn smoothiecar is kapot. Kun je een paar smoothies voor me vinden? Ik ben zo terug. Goed, Sunny. Komt in orde. Wat heb je nodig? Geweldig. 2 smoothies met pompoenspecerij graag. Oh nee, die kan ik niet maken. De pompoenroom is op. Als je wat pompoenen hebt, maak ik ze wel voor je. Manenstraat ziet er mooi uit, hè? Geweldig! Nog 2 te gaan. Perfect! Nog eentje.
Ik heb de pompoenen. Terug naar de smoothiewinkel. Een smoothie met pompoenspecerijen komt eraan.